Dit is een DMX laser en ik ga jullie laten zien wat hij allemaal kan. Qua poorten beschikt deze laser over een gewone voedingspoort en een DMX in- en output. Je kan hem aansluiten aan een stopcontact met een spanning van 90 tot 240 volt. Hier zit ook nog een klein controlepaneel waarmee je de laser kan besturen en enkele effecten kan kiezen. Dit apparaat beschikt over 3 kleurkanalen, rood, groen en blauw. De laser instellen is helemaal niet moeilijk. Je drukt op menu en dan kan je van menutje wisselen. En nu zit ik in de Sound Sensitivity Mode. Hier kan je eigenlijk kiezen hoe sterk de laser moet reageren op geluid. Dus dit is eigenlijk dat hij gaat wisselen elke keer op de beat van de volgende muziek. Mode is de DMX mode. De laser heeft 16 kanalen, dus ik stel hem in op 16. Dan kan je ook kanaal 16 selecteren op de DMX controller om hem zo te besturen. Wil je nu zien hoe ik de volledige laser instel en hem test met een rookmachine? Check dan de volledige video op mijn kanaal. En vergeet je niet te abonneren, zodat je de volgende video's niet mist.